September. Op een late ochtend, tegen het middaguur, drinkt deze raaf bij een plasje water. Waar raven zijn, zijn vaak wolven. Omdat raven aaseters zijn en wolven na het vangen van een prooi regelmatig resten achterlaten, weet de raaf dat er in de buurt van wolven vaak iets te eten is. Combineer dat feit met de aanwezigheid van verse uitwerpselen. En als ook nog dit edelhert extra alert is, weet je genoeg. Diep verscholen, midden in het bos. Een aantal wolven zoekt elkaar op. Van meerdere kanten komen wolven aan. Een plek waar wolven samenkomen wordt een rendezvousplek genoemd. Gedurende de dag leven ze vaak individueel, maar wolven uit dezelfde roedel komen zo af en toe samen. Om voedsel te zoeken, te spelen en te stoeien. Drie wolven samen, vooral oog voor elkaar, niet voor alles om hen heen. Ook een vierde wolf en zelfs een vijfde wolf voegt zich bij de anderen. Nu de wolf weer terug is in ons land, zie je de natuur veranderen. Prooidieren zoals edelherten, reeën en zwijnen laten zich minder snel zien. Ze zijn alerter en blijven minder lang op dezelfde plek. Het natuurlijke gedrag van deze dieren keert dus terug. De Veluwe is voor de wolven een prachtige plek. Genoeg leefruimte, genoeg voedsel en, als de mens de wolf de ruimte geeft, genoeg rust. De wolf is de laatste schakel in de voedselketen. Hij helpt het natuurlijk evenwicht te herstellen.